We hebben al stukken gezien van de Nationale Ombudsman en van ICTU. En daar kunnen we eigenlijk al een aantal interessante conclusies uit trekken. Er is namelijk een interessante overeenkomst tussen die twee stukken. Namelijk dat zij zeggen dat als het gaat om het meer zelfredzaam maken van burgers, de eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de overheid zelf. En dat die zijn diensten zou moeten verbeteren. Dat is ook niet zo'n gekke gedachte. Want er zijn veel burgers die niet zo heel veel digitale vaardigheden hebben. Zoals laaggeletterden of ouderen. En daarnaast, het blijkt uit het WRR-rapport, weten is nog geen doen, dat als burgers vaardigheden wel bezitten, dat echt niet altijd betekent dat ze ook genoeg gemotiveerd zijn of genoeg tegenwoordigheid van geest hebben om daadwerkelijk de juiste formulieren allemaal in te vullen om gebruik te maken van zo'n dienst. Er is ook een interessant verschil tussen de twee stukken. En dat gaat erover dat ik nu heel erg de nadruk leg op het verbeteren van digitale diensten. Die kunnen nog veel beter dan ze nu zijn. En aan de andere kant zegt de Nationale Ombudsman, dat zal allemaal wel, maar wij vinden het belangrijk dat er altijd ook een analoog kanaal open staat. Dat er altijd een mens in de loop is en dat als ik naar het UWV ga en het gaat mis, dat ik uiteindelijk daadwerkelijk een mens kan spreken die mij kan helpen om mijn problemen op te lossen. En dat brengt ons bij de stelling die we willen voorleggen op basis van deze discussie. Namelijk, vinden jullie dat hoe goed een bepaalde digitale dienst ook is, er altijd een mens in de loop zou moeten zijn? Of vinden jullie dat die mens bij een hele goede digitale dienst uiteindelijk helemaal niet meer aanwezig hoeft te zijn?